Global Village. Ziet er super gezellig uit. This one is from Beauty of Joseon. Het schot zo iets in mijn nek. No, not the soup. But the sausage. Saus. Jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vloggie. We zitten nu in de... In de Lambo. We zitten nu in de Lamborghini. Hoe schat die? Ja. En we gaan nu naar Global Village, hoor. Ja. Global. Globale village. Globale village. Daar gaat hij hoor, onze private. Zou je tas niet daar zetten? Die vliegt straks weer weg hoor. Wauw jongens, kijk waar we zijn. Global Village. Ziet er super gezellig uit. Jammer dat iedereen nog zo klein is, anders kunnen we echt leukere dingen doen. We hebben een attractiepark slagaan. Kataag, daar die in de kataag. Die man kijkt met tante rara. Nou, we zijn er hoor, we hebben een stukje gelopen. Maar we zijn er, Global Village. Het is hier echt prachtig. Je hebt hier van allerlei landen verschillend eten. We willen echt alles uitproberen. Maar ik weet, Daf, dat jij dat misschien beter niet kan doen. Want dan krijg je buikpijn. Dit is echt Dragon Ball. Nou jongens, we zijn nu in de... Nee, deze vind ik echt een oma abaya hoor. Dit is wel netjes hoor. Dat is wel netjes hoor. We zijn nu in Marokko, maar wat is de Marokkaanse muziek? Ja, echt leuk. We zijn nu op de Marokkaanse afdeling. Oh. En hier verkoopt ze allemaal abaya's, alleen hier is het echt super duur. Maar wel erg mooi. Kijk die nek, hoe raar. Jongens, ze hebben hier dus ook Korea. En ik ben al zo lang op zoek naar Korean skincare. En dat hebben ze hier. Dus ik ga jullie meenemen naar Korea. May I explain? Yeah. Okay, this one is from Beauty of Joseon, the best eye cream here in Korea. They have a combination with ginseng and retinol. So ginseng is for anti-aging, and retinol is for the minimize the wrinkles. Do you also got a good cleansing? Yes, we have cleansing gel or cleansing oil, madam. We have for that. So cleansing oil is the best one from this Beauty of Joseon. We have the from ginseng also, and the other one is from Anua. Okay. This from Anua, madam, is the one trendy now. It's because it's helping to tightening of your pores. Uh-huh. While you use this one, clean your face, the blackheads and whiteheads will become removed. Okay, I want that one. Yes. Me echt makkelijk te influence. Zo makkelijk te influence, niet maar. I said I'm so easy to influence. Yes, our customer are beautiful. Nou, we zijn in een winkel met allemaal beeldjes en Daf houdt echt van dit soort dingetjes. Welke zie je dan? Oh, die vrouw gaat los, hè? Why? 80% of our Sudakshaka stress, okay?
him from our back, from the spinal cord. Yeah. I will work with him. Yes, how much money do we need? Only little. I will give you hot water. So, she's going to put water in my neck. Doen. My man, give me some. So, hey, did he come to my room? Okay. Hey. This one hot water, only white doctor. Okay. Yes. Now, Sakari Ayunik. Shimmy shimmy, but shui shui. Okay, shui shui. No, 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 no. It's going straight to my soul. For Gio Bambia, that is good. Okay, just right for you. The good thing for this, you can eat, you can drink. No, I don't want to drink. But you can drink this one. If you have like kaha, or caffeine, try cap soy throat. 1 teaspoon of asal, half of lemon, white nuktahin. If you have a bloated constipation, 1 cup of warm water, 1 drop drink as well. Then I don't want to drink. But this is good for the back pain, muscle pain, joint pain, and also for the pain period. Okay. Only 3 nukta, just rabbit. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Hey! Nou jongens, we eventjes zonder DAF en zonder Eden naar Nijfzoek weer gegaan. Omdat ik toch een nieuwe abaya weer wil halen. We gaan straks naar de desert. Dus straks. Ja, misschien straks of morgen naar de desert. En ze hebben hier gewoon zoveel mooie abaya's voor echt goedkoop. Dus we gaan nu even kijken wat ik kan vinden. Nou, ik ben weer geslaagd voor een paar abaya's. Eén daarvan dat is deze. En ik heb ook een zwarte abaya gehad. Ik heb natuurlijk al een zwarte, maar die van die pluisjes. En deze is wat meer egaler. En ik heb dus deze gehaald. Deze wou ik dus voor in de woestijn. Het is echt mooi. Kijk hoe mooi die, die mouwen zijn. En dat is het. Ik heb met ook... bij de apotheek. Tretinoan. Voor mij, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ik heb zoveel TikToks hierover gezien. En het was echt goedkoop hier bij de huisarts. De huisarts, bij de apotheek. Ik doe zomaar alsof ik hier bij de huisarts zit. Bij de apotheek was het echt goedkoop. Was het 3 euro of zo. Dus ik ga dit uitproberen. En dan mijn skincare toevoegen. Kan ik dit wel combineren met goede skincare? Ja, toch? Ons patroon. Ja. Nou, that's it. En Davino en Ida die zijn nu bij de Dragon Ball. Dus Davino en Ida zijn nu bij de Dragon Ball. Dus daar gaan we even naartoe. En ik ben wel benieuwd wat ze daar hebben hoor. Ik zie wel echt een mooie view vanaf hier. Echt gezellig. Ik zie hoe deze wordt aan de kant gezet. Hier komt ze allemaal eten. Kijk jongens, hoe gezellig. Ja. No, not the soup. But the sausage. Saus. Niet sausage. The saus to do like that and in the rice. But the nicest one. Soup. Huh? No, no, not soup. Not soup. Not soup. Thank you. Yes, the juice. Ene vriend met illegale Engels. Hoe blijft mijn breddetje? Help op voor dit. Kijk die fles. Ik zit in de taxi. Want ik ga even met een vriendin eten die toevallig ook hier in Dubai is. Ik heb 4 Uber besteld. Alleen, ik heb per ongeluk ook een grote Mercedes besteld. Nou, ik weet echt niet wat het is, maar ik ga sowieso de hoofdprijs betalen. Ik ben benieuwd wat de schade is. Ik kreeg net een berichtje van PayPal. Het kostte 90 AED. Dus het is gedeeld door 400 chokra. En een normale taxi kostte ook ongeveer 100 tot 90 AED. Dus viel best wel mee. Ik dacht echt, ik ga jackpotprijs betalen. But I'm happy. Nou jongens, vorige keer heb ik je ook gegeten. Gegeten, wat de... Vroeg gegeten.
Hoe spreek je dit uit? Babel Mansour. Het is echt een goede plek. Echt een aanrader. Wauw. Hallo jongens, wij zijn nu in de woestijn. Kijk hoe dik. En we gaan vandaag de hele dag in de woestijn blijven. Dus gewoon eten. We gaan buggy rijden, gaan sandsurfen als het goed is. En ik heb er echt veel zin in. Daf de influencer. Dus even weer alles aan het vastleggen. Het ziet er heel dik uit. Net even ieder sokjes aangedaan. Zo. Toppie. Ja, deze mogoi die wacht niet tand wordt in zijn S in de woestijn. We dachten we gaan gewoon rustig rijden. We doen iedereen in de auto stoeltje. Waloe, hij is gelijk weer terug. Dat is zeker niet geworden. Nee. Ik heb nog niet klaar gedrukt op muziek hoor. Hey, no man, ik vind dit echt niet leuk. Man. Ik zie echt dat hij wil. Gaan we nu? Ik ben echt koud. Ik ben buiten bed. Hey, ik heb even een pauze nodig, man. Hola. Ja. Ben je van de maar weet je, ik ga zo op die stuur van hem kotsen. Gaat die auto gesloten? Oh, mooie spot, hè? Bro, die muziek maakt het allemaal nog zenuwachtiger, man. Ik dacht van, het is denk ik niet handig om met iedereen de woestijn in te gaan. Ze zouden gewoon rustig rijden en dat iedereen gewoon mee kan, maar ik vind het toch nog iets te gevaarlijk. Nu is dat buggy rijden, ben ik hier gewoon met iedereen. En dan vanavond gaan we naar de dinnershow, dat is zo dik. Dan zijn er belly dancers en avondeten en dat ga ik allemaal voor jullie filmen. Het ziet er super dik uit, dus ik zie jullie straks. En ondertussen even iedereen een flesje aan het geven en dan is mijn eten aan het halen. De dance wordt super leuk, alleen we zijn nu een beetje in een koude periode gegaan, dus het was best wel koud, maar het was wel echt lit. It was litty as fuck. Yeah.
3. De show is afgelopen en ja, vannacht gaan we alweer naar huis. Dus ik ga de vlog gewoon lekker afsluiten. Vond je deze video leuk? Dit is de laatste Dubai vlog. Laat natuurlijk even een like achter en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer hier op dezelfde plek, dezelfde tijd. En dan weer in Nederland helaas. Doei!